Metamorfose, boek 8, Filemon en Baucis, deel 3. Ergubi caelicolae parvos tetigere penates. Ubi is het voegwoord. En daarna komt een perfectum, zelfs twee keer, verbonden door het woord quo. Tetigere is een verkorte vorm van tetigerunt en intrarunt is een verkorte vorm van intraverunt. Zodra dus de hemelbewoners, want die zijn het onderwerp, tetigere, hadden bereikt. Er staat een perfectum in het Latijn, in het Nederlands kunnen we beter zeggen, ze hadden bereikt, vinden veel docenten klassieke talen erg belangrijk dat je dat doet. Zodra dus de hemelbewoners bereikt, hadden parvos penates, de kleine penates. En de penates zijn de huisgoden, en in dit geval staan die huisgoden voor datgene dat ze beschermen, namelijk het huis zelf, zodra ze het kleine huisje hadden bereikt. En zodra ze hadden betreden, de postes humiles, de lage deurposten, en meervoud betekent de posten bij elkaar de deur zelf. Dus zodra ze de lage deur hadden betreden, en dat deden ze submisso vertice, nadat hun hoofd was gebogen, met gebogen hoofd. Dus je kunt zeggen dat een ablativus absolutus is, je kunt ook gewoon zeggen dat het een ablativus is van wijze. Dus zodra ze dat hadden gedaan, wat gebeurde er toen? Toen jussit senex, toen beval de oude man, namelijk Filemon, om hun membra te relevaren, hun ledematen te laten uitrusten. Posito sedili, nadat er een bank was neergezet. Een bankje, een voetenbankje of iets dergelijks. Je kunt ook hier weer zeggen dat het een ablativus absolutus is. Misschien kun je ook wel zeggen dat hij zijn ledematen moet laten uitrusten op een erbij neergezette bank, maar daar laat ik me verder niet in. Het komt op hetzelfde neer. Dus hij zegt, leg je benen maar op dit bankje. En het gaat om een bankje, cui, waarop super injecit, waarop wirp, super injecit is het perfectum van super injicere. Dat betekent erop werpen. Mocht je je afvragen waarom staat cui nou in de dativus, dat komt omdat super injicere betekent werpen op. Werkwoorden in het Latijn die uit een voorzetsel en een eigenlijk werkwoord, een samengesteld werkwoord dus, bestaan, die hebben vaak als aanvulling een woord in de dativus. Dus waarop erop wirp, Baucis, en wat sedula Baucis overigens, de ijverige Baucis, waarop de ijverige Baucis, super injecit, legde een textum rude, een grof kleedje. Een grof kleed, want het is natuurlijk een eenvoudige woning, dus die hebben niet allerlei mooie zijde stoffen. Inde, daarna, kan betekenen daar vandaan, maar ook daarna, foco tepidum kinerem dimovit. Dimovit is de persoonsvorm van dimoveren, verwijderen. Vervolgens verwijderde zij, Baucis zal nog wel het onderwerp zijn. Ik denk eigenlijk dat het Filemon is. Eens kijken wat de vertaling ervan zegt. Die zeggen dat Baucis het nog steeds is. Daarna verwijderde zij, wat verwijderde ze? Tepidum kinerem, de lauwe as, dus het is niet meer goed aan dat vuur. Foco, uit de haard. En bij die haard moet je natuurlijk geen luxe open haard voorstellen, maar gewoon een plekje in het hutje waar ze een vuurtje bouwen. Daarna verwijderden ze de lauwe as uit de haard en zij suscitat, zij rakelde op, de ignes histernos, de vuren, het vuur dus, want het is poëtisch meervoud, het vuur van gisteren, quo, en ze nutrit, ze voedt het, dat vuur namelijk, met twee dingen, met foliis, met bladeren in de ablativus, en met cortice secco, met droge boomschors. En ze producit, ze wakkert het aan tot ad, tot wat namelijk ad flamma's, tot vlammen. En dat doet ze anima anili. Die twee congrueren met elkaar, staan in de ablativus. Want, de A van anima is lang. Maar ja, het zijn twee medeklinkers, dus je weet het nooit zeker of het daardoor komt. Hoe dan ook, het is een ablativus. En die ablativus, een anus was een oud vrouwtje. En anilis betekent dus oud vrouwelijks, van een oud vrouwtje. En je anima, dat is je geest, maar ook datgene dat je levensgeest, oftewel je adem. En als het gaat om een vuurtje, snap je dat ze in het vuur gaat zitten blazen. En tot vlammen wakkert zij het aan met haar anili anima, met haar oude vrouwtjesadem. Multifidasque faces ramalia quarida tecto detulit. En detulit.
Ze bracht naar beneden. Ze haalde naar beneden. Wat haalden ze dan naar beneden? Multifida's faces. Vaak gekloofde spaanders. Dus zeg maar aanmaakhoutjes die je ook bij de bouwmarkt kunt kopen. En niet alleen dat, maar ook Ramalia arida en droge takken. Die detolit, die haalden ze weg, of die haalden ze ergens onder vandaan. Waaronder haalden ze die vandaan? Die haalden ze vandaan onder tecto, onder het dak tectum. De ablatives van tecto geeft hier een verwijdering aan. Ze haalden het weg van het dak, dus bij het dak weg. Je begrijpt dat onder het dak tussen de balken houtjes gestoken zitten en daar is het warmst, dus dat droogt het best. Dat kun je het beste gebruiken om een vuurtje weer op te rakelen. Et minuit. En zij maakten ze kleiner. Minuit van minoeren, kleiner maken. En ze hakten ze in kleine stukken. En ze ad movit, ze bewoog ze naar. Dat is weer zo'n werkwoord met een voorzetsel, dus een samengesteld werkwoord. En waartoe bewogen ze dan ook die houtjes nou naar parvo aino? Dus en naar de parvo aino, naar een kleine koperen ketel, bewogen ze ze. En je begrijpt dat daarmee wordt bedoeld dat ze die houtjes onder die koperen ketel legt, want ze gaat iets te eten of te drinken maken. Quodque suus conjunx riguo collegedat horto truncat holus foliis. En quod, dat is een betrekkelijke bijzin met, ingesloten antecedent, pardon. Je moet holus ervoor trekken. Dus en de holus, de groente. Quod die suus conjunx, die haar eigen echtgenoot collegerat had verzameld in de riguo horto, in de besproeide tuin, of liever misschien had verzameld uit de besproeide tuin, die truncat zei, die ontdoet ze van de foliis, ontdoet ze van bladeren. Met andere woorden, ze haalt dus die groente maakt ze schoon en ze heeft al een keteltje neergezet en er vuur onder gestookt, dus er kan zometeen gekookt worden. Furca levat illebi corni. De persoonsvorm in de zin is levat. Hij haalt naar beneden of hij tilt. En degene die er tilt, die staat aangeduid in het woord ille. Hij, en nu wordt dus duidelijk dat het in de tijd, al die tijd inderdaad om Baucis gaat. Hij, namelijk Philemon, die levat, die tilt omlaag met een furca bicorni. Dat staat in de ablatives, want als ik het scandeer staat er truncat holus foliis furca levat ille bicorni. Furca is lang. Dus hij tilt naar beneden met een tweetandige vork. En wat tilt hij dan naar beneden? Ik ga nu eventjes een beetje ingewikkeld doen, want dan staat de laatste regel ook netjes nog precies op de slide. Wat tilt hij naar beneden? De sordida terga, een zwart berookte rug. En wel een pendentia, een zwart berookte hangende rug. En er staat nog suis tussen. Dat komt nou eens niet van suus zijn eigen, maar van het woord sus. En sus betekent varken. Dus de zwart berookte rug van een varken. Een varkensrug dus. Dat is het gedeelte waar de beken bijvoorbeeld uitkomt. Een zwart berookte varkensrug hangend aan, pendentia, dat is een PPA, aan een nigro ticno, aan een zwarte balk. Dat de bol zwart is, komt natuurlijk door de roet van het vuur. En hij resecat, hij snijdt af, een partem, een deel, de tergore, van het rugstuk. En er staat nog het woordje servato diu, lang bewaard, en servato, een PPP, hoort bij dat woord de tergore. Het staat vooraan om aan te geven dat het niet gewoon een stuk vlees van de rug is, maar een stuk vlees van iets wat ze heel lang bewaard hebben. Dus, en van het lang bewaarde rugstuk snijdt hij een deel af, en wel een exiguam, dat congrueert met partem, een klein deel, que, en hij domat. Hij kookt het gaar in de ferventibus undis, in het kokende water, namelijk van die ketel die net was opgezet. En sectam is een PPP van het werkwoord snijden, van secare. En dus hij kookt het gesneden, namelijk dat partem, het afgesneden gedeelte, gaar in ferventibus undis, in het kokende water. Interia, intussen fallunt, letterlijk bedriegen zij.
De medias horas, de middelste uren, de ertussenliggende uren, namelijk de uren die ze moeten wachten tot ze kunnen gaan eten, en die bedriegen zij sermonibus met gesprekken. Bedoeld wordt dat ze, als het ware, de tijd dat iedereen zich zit te vervelen en zit te wachten tot het eten, weten, zo weten op te vrolijken door gesprekken, dat het lijkt alsof het veel korter duurt. En ze prohibent, quo, en ze prohibent, en ze verhinderen dat moram sentiri, dat het oponthoud, het wachten sentiri, wordt opgemerkt. Erat alveus illic vagineus. Er was illic daar een alveus vagineus, oftewel een kuip, een bak van beukenhout. Suspensus, en van die alveus wordt gezegd dat die was opgehangen aan, dus eigenlijk ongeveer hetzelfde als het woord pendentia, opgehangen aan, en waaraan dan? Ab ansa, aan het handvat, en wel het klaver, sorry, dat is de verkeerde, en wel het dura ansa, het harde of het stevige handvat. Dus opgehangen, klavo, met een spijker, aan de dura, ab dura ansa, aan het stevige handvat. Is die, namelijk die alveus, die kuip, die in pletur wordt gevuld tepidis aquis, met lauw warm water, quo, en, nu staat er letterlijk, hij ontvangt de artus, de ledematen, fovendos, dat is een gerundivum van voveren, betekent iets als verfrissen, dus hij ontvangt de ledematen die verfrist moeten worden, oftewel hij neemt de ledematen op om ze te verfrissen. Je begrijpt wat er bedoeld wordt, hoop ik, er wordt dus gewoon een voetenbakbad gemaakt. Wordt een bak met warm water gevuld en daarin mogen de twee goden hun ledematen verfrissen, hun artus. In medio torus est de molibus ulvis impositus lecto. In medio lecto moet je even bij elkaar trekken, ze staan uit elkaar. Midden op een bed est torus, is er een kussen impositus gelegd. En est impositus is samen, de persoonsvorm van het passief. Dus midden op het bed werd er gelegd een torus, een kussen, en wel een kussen de mollibus ulvis, van of uit zacht riet. En dat wordt gelegd op een bed, en van dat bed wordt nog gezegd, sponda pedibusque salignis. Sponda is lang, staat in de ablativus, een bed dus met een. Wat staat in de ablativus, kan zelf het voorzetsel verzinnen, met een onderstel en met pedibus en met poten, want het gaat om een bank, en een bank heeft geen voeten, maar poten, salignis, van wilgenhout. Die twee, dat woord salignis, heeft betrekking op die sponda, het onderstel, en op de pedibus, de poten. Nu komt er een tweetal regels, en die twee regels lijken verrekt te veel op de voorgaande twee regels, reden waarom de uitgevers gedacht hebben dat ze er niet in horen, dat het een soort van... dat er bij het overschrijven iets mis is gegaan en iemand dingen twee keer heeft opgeschreven. Concutiuntque torum, en ze schudden op een torum, een kussen, nou, dat hadden we net ook al gehad, de molli fluminis ulva, gemaakt van de ulva, van het riet, en wel molli ulva, van het zachte riet, fluminis, van de rivier, van het zachte rivierriet. En ze gooien dus, dat concutiunt, dat schudden ze op. En van dat torum, van dat kussen, wordt nog gezegd, ze schudden een kussen op, impositum, dat gelegd is, lecto, op het bed, of op een bed, en wat voor bed? Een bed sponda pedibusque salignis, met een onderstel en poten van wilgenhout. Nou, je begrijpt dat het er inderdaad tamelijk dubbel op staat. Vestibus hunc weland. Deze weland bedekken zij, hunc is overigens accusativus mannelijk enkelvoud, verwijst naar dat kussen. Deze bedekken ze vestibus met kleden, kleden quas, die ze consuerant, dus een pluscamperfecte van consuescere, een verkorte vorm, die ze niet gewend waren om te sterneren, om uit te spreiden, dat non had ik net al vertaald, die ze niet gewend waren uit te spreiden, nisi, tenzij op de ablativus tempore festo, tenzij op een feestelijk tijdstip of bij een feestelijke gelegenheid. Sed, maar et ook haik vul aan vestis, maar ook dit kleed, erat, was, vilisque vetusque, quo is een polysyndeton, en goedkoop, en oud.
En van dat kleed wordt ook nog gezegd, non indignanda, waarover niet boos geworden moet worden, waarover niet verontwaardigd geworden, waarover niet verontwaardigd moet worden geworden. Is een beetje veel woorden bij elkaar, excuses. En wie moet er nou niet boos worden? Dat indignanda is een gerundivum van verplichting. En daar heb je altijd een dativus van de handelende persoon bij. En dat is lecto saligno, een wilgenhouten bed. Dus waarover door een wilgenhouten bed niet verontwaardigd moet worden gedaan. Met andere woorden, dat bed van wilgenhout, dat was al even eenvoudig als de oude kleden die erop werden gelegd, hoe feestelijk ze ook bedoeld waren. Einde van deze passage.